Hoeveel gaat deze minister-president nog krom praten om zijn kabinet overeind te houden? Mijn vraag gaat over het volgende. Voor de zomer is er een motie aangenomen van mijn hand, meerderheid van de Kamer. We willen perspectief voor Prinsjesdag. Deze zomer hebben we een debat gehad met minister Hoekstra. Die zei, ik kan eigenlijk niet meer achter het kabinetsbeleid staan. Daar is de bezweringsformule voor gevonden. We zijn daar een paar weken over oneens. Maar voor Prinsjesdag is daar helderheid over, zodat we weten, zit daar één kabinetsploeg met Prinsjesdag. Ik vraag de minister-president, ik wil weten, voor Prinsjesdag, is er eenheid van kabinetsbeleid? En is het schurende waarover werd gesproken, is dat weg?